Opvoeringsanalyse of theateranalyse is de studie van de opvoering zoals ze zich op het toneel afspeelt. De regisseurs, spelers, decor, kostuum en lichtontwerpers gebruiken bij de ensenering of mise en scène enkele hulpmiddelen zoals kostuums, decor en geluidseffecten. Deze enseneringsmiddelen vormen de tekentaal van het theater. Als je een toneelstuk wilt bespreken, moet je vooral goed observeren en luisteren. Theater speelt immers in op verschillende zintuigen, waarvan horen en zien de belangrijkste zijn. De Poolse theaterhistoricus en theoreticus Kausan koot de verschillende facetten van de tekentaal in dit verhelderend schema. Hierna overlopen we de belangrijkste theatertekens. De eerste groep theatertekens betreft de acteur. De verbale taal wordt bepaald door het gesproken woord en de toonaard. Om deze tekens op te merken, moet je dus vooral een beroep doen op je gehoor. In de meeste theaterstukken is de tekst een centraal theaterteken. De tekst draagt de inhoud van het stuk. Woorden en een taalregister kunnen bijvoorbeeld de tegenstelling tussen sociale groepen accentueren. Het dialect van de boerenfamilie in het toneelstuk Het gezin van Pamel steekt schril af tegen het gesofisticeerde taalgebruik en het Frans van de adel in datzelfde stuk. De manier waarop die tekst gezegd wordt, vriendelijk, ironisch, dreigend, geeft meebetekenis aan het stuk. Luister bijvoorbeeld in het stuk Marieke van Nimegen naar de taal waarmee Moenen, de duivel, Marieke verleidt en vergelijk met de taal van de tante die Marieke de huid vol scheldt. De tekstzegging of toonaard bestaat uit verschillende aspecten zoals tempo, volume, klemtonen, pauzes, toonhoogte en intonatie. Die stemvarianten of paraverbale tekens ondersteunen de acteurs verder met hun lichaamstaal, mimiek, gestiek, houding en beweging. Mimiek omvat de bewegingen van het gelaat en is de uitdrukking van de gemoedsgesteldheid van een personage. Bekijk de twee gezichten. Een gelaatsuitdrukking roept vast een bepaalde indruk bij je op. Verdriet, woede, vertwijfeling. Met de gestiek verwijzen we naar de gebaren van de acteur. Ook die kunnen de gemoedstoestand van het personage heel mooi illustreren. Een personage dat bijvoorbeeld heel zenuwachtig is, kan veel handbewegingen gaan maken, waaronder met zijn handen wringen of trillen. Een angstig personage zal dan weer afwerende gebaren maken. De houding en bewegingen van de acteur vertellen iets meer over het personage, maar verduidelijken daarnaast ook onderlinge relaties. Personages kunnen elkaar al dan niet aankijken, aanraken of hun rug naar elkaar draaien. De proxemiek of de groepering en verplaatsing van spelers op het toneel vormt zo een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Waar komen de spelers op en waar gaan ze af? Hoe bewegen ze op het toneel? Hoe zijn ze gegroepeerd? Hoe groot is de fysieke afstand tussen hen en illustreert die hun al dan niet hechte band? De oude Grieken wisten bijvoorbeeld dat de acteur die, vanuit het standpunt van de toeschouwer, van rechts kwam, uit de haven of de stad kwam. Terwijl het personage dat van links de scène opstapte, uit het platteland afkomstig was. Wie vanuit het midden opkwam of wegliep, ging het paleis in of uit. De keuze van een acteur is bepalend voor de manier waarop de rol wordt ingevuld. Regisseurs houden bij de casting uiteraard rekening met de fysionomie of fysieke gestalte van een acteur. Sommige eigenschappen, zoals lichaamslengte, zijn immers moeilijk te veranderen. Andere uiterlijke kenmerken kan men dan weer makkelijker aanpassen. Zo kan men de acteur op maat van zijn rol maken door hem goed op te maken. Een ander kapsel of een pruik en wat make-up kunnen wonderen doen.
Je kan zo een jonge acteur of actrice omtoveren tot een oude man of vrouw. Het omgekeerde, de transformatie van oud naar jong, is moeilijker, al proberen veel mensen dit buiten het theatergebouw wel te bereiken. Vervolgens bepaalt de keuze van de kledij mee de visie op een personage en op de betekenis van het stuk. De kostumering kan enerzijds verwijzen naar de historische context. Voor een opvoering van Medea, een toneelstuk dat zich afspeelt bij de oude Grieken, kiest men bijvoorbeeld voor Griekse gewaden en maskers. Anderzijds kan het ook refereren aan de sociale achtergrond van de personages. Denk bijvoorbeeld aan de realistische boerenplunjes en adellijke gewaden in het gezin van Pamel. De tweede grote groep theatertekens bevat visuele en akoestische tekens los van de acteur. Accessoires, decor, verlichting, muziek en geluid. De ruimte waarin een toneelstuk wordt opgevoerd heeft natuurlijk effect op de voorstelling en de toeschouwer. Sommige postmoderne auteurs situeren hun voorstelling daarom in onverwachte ruimtes, in een fabriek of in een loods, waarin alternatieve voorstellingen worden opgevoerd. Het decor staat vast op de scène. Een decor kan realistisch zijn of meer abstract en suggestief. De ontscenering van Het gezin van Pamel is zeer realistisch. Het armoedige interieur van een boerengezin eind 19e, begin 20e eeuw versterkt de schrijnende armoede en verhoogt het begrip voor het verzet van de jongeren tegen de situatie. Vergelijk dat met de verlatenheid en de leegte van de twee zwervers in Wachtend op Godot. De desolaatheid van de scène waarin de personages wachten op Godot wordt verscherpt door een eenzame boom die meteen ook associaties oproept met de mogelijkheid tot zelfmoord. Requisieten en accessoires zijn alle objecten die op de scène verplaatst kunnen worden. Het touw dat Pozzo op de scène brengt in Wachtend op Godot versterkt de indruk die het decor eerder al wekte. Ook de belichting creëert een speciaal effect en kan een verwijzende functie hebben. Sinds het expressionistische en epische theater aan het begin van de 20e eeuw wordt vaak gebruik gemaakt van projecties om de handeling in plaats en tijd te situeren. Denk bijvoorbeeld aan de musicals 4045 en Daans of het gebruik van lichteffecten om het laatste avondmaal te suggereren in het Mistero Buffo. Ten slotte bespreken we nog de muziek en het niet gearticuleerd geluid. Dit zijn alle geluiden die niet door de acteurs worden geproduceerd. We maken hier een onderscheid tussen non-diegetisch en diegetisch geluid. Non-diegetisch geluid is geluid dat je als toeschouwer wel hoort, maar dat de personages in de voorstelling niet kunnen horen. Bijvoorbeeld muziek of een commentaarstem. Dat soort geluid staat dus buiten het verhaal. Diegetisch geluid is geluid dat je als toeschouwer hoort, maar dat de personages uit het toneelstuk ook horen. Zoals voetstappen, deuren die open en dicht gaan, een radio die wordt aan of uitgezet of een startende auto. Uiteraard horen ook de dialogen bij diegetisch geluid. De muziek kan een sfeerscheppende functie hebben, bijvoorbeeld als achtergrond bij een handeling. Sommige melodieën suggereren rust en harmonie. Andere wekken dan weer spanning op en zorgen ervoor dat de toeschouwer op het puntje van zijn stoel gaat zitten. In sommige stukken zijn er muzikanten op de scène aanwezig? En in het episch theater zingen de acteurs vaak zelf om de handeling te doorbreken en kritisch commentaar op de gebeurtenissen te geven. Geluiden uit de buitenwereld, zoals het geluid van wind, een schot of straatlawaai, kunnen ook in de theaterruimte geïntroduceerd worden om het realistische karakter te verhogen of om de band met de buitenwereld duidelijk te maken. Tijdens de opvoering komen deze tekens simultaan voor, waarbij ze elkaars tekenwaarde
wederzijds bepalen en versterken. De mimiek draagt bijvoorbeeld bij tot de informatie van het gesproken woord en vice versa. Deze 13 bouwstenen vormen de tekentaal van het theater. Wanneer je aan theateranalyse doet, vertrek je vanuit de waarneming. Welke tekens zie je op het toneel? Een grijze pruik? Een dure handtas? Of een lichtwissel van licht naar donker? Dit noemen we iconische tekens. Veel van deze tekens verwijzen echter ook naar iets of iemand. De grijze pruik betekent ouderdom. De dure handtas verwijst naar rijkdom. En de lichtwissel naar het invallen van de nacht. Er is een duidelijk, eenvoudig te interpreteren verband tussen teken en betekenis. We noemen dit ook wel deictische tekens. Sommige van deze deictische tekens zijn ook symbolische tekens. De symboliek van het teken is contextgebonden, cultureel bepaald en kan bij gevolg ook van betekenis veranderen. De lichtwissel die de nacht aankondigt, duidt misschien ook op de donkere periode die aanbreekt in het leven van het hoofdpersonage. De symbolische tekens wijzen de toeschouwer op de thematiek van de voorstelling. Uiteraard is het niet zeker dat de toeschouwer elk symbolisch teken dat de theatermaker in zijn uitvoering stak, herkent en interpreteert zoals de maker het bedoeld had. Wanneer je aan je theateranalyse begint, kies je dus 5 tekens uit de 13 genummerde theaterelementen. Je beschrijft voor elk aspect van de tekentaal eerst de iconische tekens en zoekt vervolgens naar de deictische en symbolische waarde ervan. Veel succes, of om het in theatertermen te zeggen, break a leg!